Vanuit de groep heb ik een paar keer de vraag gekregen of je een codesysprogramma kan testen zonder dat je een echte PLC hebt. Het eenvoudige antwoord is ja. Je kan dus bijvoorbeeld dat je codesys thuis hebt geïnstalleerd staan. Zonder dat je een PLC thuis hebt staan, kan je dus je code testen. Als je codesys geïnstalleerd hebt, dan staat er rechts onderin het scherm bij de tray icon, zie je daar dit icoontje. En als je rechtermuisknop op doet, dan zit daar een PLC achter. Als je op start drukt, dan wordt er een PLC uitgevoerd. En nu staat er op de achtergrond een PLC te draaien in simulatie. Net zoals er in het echt in het lokaal een PLC zou draaien. Nou, hoe maak je verbinding met die PLC? Als eerste gaan we een nieuw project starten. File, een nieuw project. Dan kies je voor een standaard project. Dan geef hem even naam. Bijvoorbeeld opdracht 6 die we gedaan hebben. En dan moet je even kijken dat je verkiest dat je de goede PLC uitkiest. En dan neem je de codesys control win versie 3 PLC kies je. We hebben geleerd in functieblokken te programmeren, dus die kies je dan ook. En druk je op OK. En voilà, daar verschijnt de PLC. Dubbelklik je op device. Dan staat hij vaak de eerste gateway. En mijn PLC is de PLC, dus als ik dan hier op enter zou drukken. En dan maakt hij verbinding. En dan heb ik verbinding met mijn soft PLC. Nu heeft codesys verbinding gemaakt met deze. Dan kunnen we even gaan testen. Dan druk ik op PLC programma. En dan maak ik even een heel eenvoudig programma. Pak een endblokje. Nou. En ik heb een startvoorwaarde A0. En die is van type boolean, dat klopt. En ik heb bijvoorbeeld B0. En die is ook van type boolean. Dan zet ik een assignment aan. En daar wordt bijvoorbeeld de cilinder A+ op aangesloten. There you go. En als ik nou naar online login ga, zoals we gewend zijn, vraagt hij, wil je het programma downloaden? Dat wil je. Je kan op run drukken. En nu wordt het programma uitgevoerd op mijn PC. Nou, wat heb je hier aan? Voorlopig nog eventjes niks. Wat interessant is, is hier, is bij prepared value. Ik kan zeggen van A0, dubbelklik ik op, wil ik true hebben. Ik wil B0, wil ik ook true hebben. En als ik nou bij debug ga kijken en ik zeg write values, dan wordt A0 en B0 true gemaakt. En je ziet volgens het blokje wordt A+ dus ook true gemaakt. Dus op deze manier kan ik dus mijn programma stuk voor stuk gaan testen. Ik kan het natuurlijk ook weer uitzetten. Klik erop false, false, debug, write values en hij is weer uit. Dus op deze manier kan je je programma toch testen met behulp van de codesys PLC.